Nou, we zijn weer aangehouden. We doen een klein stukje hard varen. De hele dag varen mensen hard. We schudden ons jacht op en neer. En wij varen de 100 meter hard en we krijgen een bekeuring. En wij krijgen gewoon een bekeuring. Ja. En hij heeft hem wel nog even gecorrigeerd, want hij had het over 30 kilometer te hard. Ja. Hij is vogelspotter. Ja, oh nee, snelle bootjes. Hij is vogelspotter. Doei doei. Weer aangehouden. We doen een klein stukje hard varen. De hele dag varen mensen hard. Schudden ons jacht op en neer. En wij varen 100 meter hard en we krijgen nog een keer. Nou ja, maakt niet uit. We hebben geld zat. Dat is probleem. Nee. Alleen wel vervelend, want ik wist het echt niet. Nee. Dus ik heb ook geen bord gezien. Straks even kijken waar het bord staat dan. Ja, wel prima. Verboden hard te varen. Nou, volgens. Dus kijk uit. In dit gebied, niet hard varen. Ja, maar zo leuke content. Het is alleen een beetje gek. Maar we wisten het gewoon echt niet. En ik vind het dan heel jammer dat het niet meer de waarschuwing kan. En dat je gelijk een boete moet uitschrijven. Ja. Dat is altijd jammer. Ja. Maar ja, ik hoop dat die meneer dan daar ook de hele dag gaat hangen. Even met die herrie en al die jonge jongens. Die met bier op aan het varen zijn. En wat kost de bekeuring ongeveer? Bekeuring kost 150 euro. Ah, oké. Okay. Is de tweede categorie? Dat is tussen de 0 en 15 kilometer te snel. Je mag hier 9. Ja. Dan kun je het zelf verder uitrekenen. Ah, oké. Okay. Geeft er een correctie op van 10 kilometer. Dan hou ik het netjes. Ja. Dat is ook niet de bedoeling voor de volgende. Maar de volgende keer even weer erop. Je krijgt deze terug. Oké. Okay. Nee, maar het is wel heel leuk voor onze volgers. Ja, ik heb een hele goede advocaat. Ja. Wens u daar gebruik van maken? Nee hoor. Nee. Het is heel vreemd. Het is wel goed van zo. Dan moeten we in ieder geval op attenderen dat de verdachte tijdens de film niet de beste rechtsbescherming heeft. Wat zegt u? Dat de verdachte niet de beste rechtsbescherming heeft tijdens de film. Oh. Begrijpt u dat? Nou, dan krijgt u wel een boete in de bus. Ik zou een advocaat dan moeten hebben dan een ander. Krijgt toch een boete in de bus? Max op Giro. Wat is de reden van de snelheid van de stem? Dat ik het niet wist. Geen goede aanduiding. En iedereen vaart hier hard. Dus nou. En u heeft volgens mij ook heel goed gezien dat we hier afstopten met het bord. Oh ja? Ja, dat klopt. Dat heeft u gezien. We zagen het bord en we zijn gelijk afgestopt. En toen kwam u naast ons. Nee, ik zat al op koers. Ja, maar wij stopten hier. Ja, maar dat hebben wij niet gezien hoor. Dat u achter ons zat. Gezien. Maar u zag dat we hier stopten voor de 6 kilometer. En dat moet u gezien hebben, want anders hadden wij dat gat erin gereest.
Ik krijg binnen nu en 6 weken een brief thuis. Daar staat op hoe je mag betalen. Ah, prima. Draai je mond. Ik had het niet meer. Helemaal goed. Gaat u vandaag gezellig om ons jacht heen bekeuren? Nou, dat weet ik niet, maar voor die kant op doe ik allemaal. Aan de andere kant liggen dan collega's in de buurt van het jacht. Nou ja, wij net voorbij de brug leg ons jacht, de Endure Life, 20 meter, valt op. Ja. En gisteren alleen maar hard varen, bier erbij, gezellig. Waterskiën. Ja, waterskiën. Dus dan vind ik ook totaal wat aangedaan worden. Want wij hebben echt de hele dag geleden. Dat kan je wel vinden, mevrouw, maar dan zou ik een heel simpel antwoord op geven. Ja. Weet u hoe groot mijn werkgebied is? En ja, dat klopt, maar dat maakt u niet uit. Dan moeten er mensen komen. U ziet dingen, wij zien dingen en we krijgen ook meldingen. Ja, wij gaan van de Friese Vest tot Deventer aan toe. In Juppie? Ja. Nou, misschien toch ook wat anders. Kijk, er is nog wel een collega aan boven op het water, maar die krijgt weer een melding en dan zit hij in Giro aan. Dus ik kan niet alles bestrijken. En bovendien, ik was gisteren vrij. Ja. Dus, Nou, wij hebben gisteren hier wel de hele dag leggen schommel op dat meer. Dus ik denk dat iedereen van uw functie vrij was. Kanaal is schommel ook dat. En s'avonds na 6 uur gaat het helemaal los daar. Dan gaat ze allemaal waterskiën. U zit, maar dan gaat u naar huis zeker. Dus dan is er niemand meer op het water. Dus iedereen weet dat, hè? Ja, na 6 uur dan kunnen we los. Er staat nog een proefdienst, dus welke kant die jongens op gaan, weet ik niet. Ja. Ah, maar wij hebben vaker. Maar maakt niet uit, de briefje, dan gaan wij lekker onze dag vervolgen. Ja. Ik voer hem digitaal in en dan krijgt u de brief terug. Oh, prima. En die kant, nou ik u toch heb, daar is de weerribbeen, hè? Ja. Als ik dit gat daarin raad. Ja. Het hele gebied is 6. Niet onze meer, maar u 9. Ja, maar voor ons, wij komen uit de Randstad 9, stukken slug. We zijn toevallig met ons vrachtschip. Hier door één keer doorheen moeten varen en was huilen met de pet op voor de kapitein, want het is overal 6 en 9. Wij komen toch echt uit de Randstad vandaan en dan mag het allemaal wat gezelliger. Ik ben een keer langsgekomen, schiet me op, te hebben 6 en 9. Ja, maar die komen niet over meer, hè? Hier komen over de Funmeers komen ze niet. Maar het is door heel Friesland en Groningen natuurlijk een beetje achterhaald, 6 en 9. En wat u zegt, ze weten dat u toch niet het hele gebied kan controleren, denk ik. Als zeker, dat nou, zeker. Het is hier helemaal een nationaal natuurpark, dat is het in Friesland niet. Als je die midden in de wiede weer hebben, dat net als Groen Hart in waar wij vandaan komen. Nou, helemaal mooi. Fijne dag. Heeft u toevallig ook al een waterkaart? Ja, dat is wel grappig. Een kaartje van 150 euro, maar ik kan ook schelen. Nou. We gaan weer. We zijn weer vrijgelaten. Ja. Waterkaart erbij. Van die vriendelijke meneer. En we gaan op naar de weerrimmen. Nou. Daar gaan ze. Hij is vogelspotter. Ja, snelle bootjes. Hij is vogelspotter. Doei doei. Wil ik even wat zeggen? Mag ik? Zeggen, hebben we een kaart. Kost 150 euro. Wacht hè. We hebben wel een kaart gehad. Ja, we hebben een kaart gehad. Kost 150 euro. Nou, die mensen. Ja. Ja, die mensen zijn echt niet goed, hè? Nee, hij zei niet goed. Echt. Nou ja, let je voortaan op de bordjes. Ja, nou, dat hoeft dus niet. Ik zeg ook, kijk ook op ons kanaal, hè? Ja. En wij krijgen gewoon een bekeuring. Ja. En hij heeft hem wel nog even gecorrigeerd, want hij had het over 30 kilometer te hard. Ja. Maar die heeft hij gecorrigeerd. Want anders had het 450 euro geweest. Nou oké, dan hebben we nog een soort korting gekregen. Nou, we gaan er weer vandoor. Mooie kaart, duurkaartje. Zuinig op zijn, hè?